verheugd het 50 te vieren aan het begin van deze KMW. Het is namelijk dat de gezamenlijke pers, neem aan de pers in Tiel, die een politicus van het jaar heeft gekozen. Dat is het mooie van een politicus van het jaar, dat je dus elk jaar komt dat terug. En elk jaar is het natuurlijk weer spannend voor allemaal of je bij de genomineerde dan wel de winnaar hoort. Dat is even een jaar niet spannend. Pieter van den Burg heeft gewonnen. Van harte proficiat daarmee. De politicus van het jaar, Pieter van den Burg, u had aangename opmerkingen. Nou, in die zin dat ik het heel leuk vind dat die verkiezingen nog steeds is. Het geeft toch wat extra diepgang aan ons functioneren. We betrekken de burger er meer bij. Je kunt een beetje exposé maken. Ik vind het erg leuk. U bent het zelf ook geweest. Wat deed dat met u? Ja, het is stoer. Mensen spreken je erop aan. Vragen af en toe wat je ervoor hebt moeten doen. Het geeft gewoon wat meer cachet aan het werk hier in deze ruimte. Ja, want er gebeurt natuurlijk best wel veel. Hè? Het belast mensen veel, want het blijft vrijwilligerswerk. Ja, zeker nu. Met alle kantelingen vanuit het sociaal domein kost het erg veel tijd. Er moet erg veel extra vergaderruimte ingepland worden af en toe. Het is inderdaad vrijwilligerswerk met een bescheiden onkostenvergoeding. Maar we doen het graag. Het is interessant. Het is een ontzettend leuke club mensen. Daar doen we ons best voor de gemeenschap hier in Tiel. Meneer Zuidema, vanavond was er ruimte voor het debat. Dat liet de agenda ook toe, maar is dit wat D66 bedoelt? We komen steeds meer in die buurt. Ik vind dit een prima avond. Er is lekker met elkaar gediscussieerd. Je ziet dan ook dat de voorzitter goed in zijn rol staat en af en toe de ruimte biedt om met elkaar in debat te gaan. Niet alles via de voorzitter. En dan kun je lekker inhoudelijk, daar waren de punten ook naar natuurlijk, inhoudelijk lekker doorhalen en elkaar goed verkennen op politieke standpunten. Als we het hebben over de vergadering zelf, inhoudelijk, D66, waar waren jullie wel en niet mee eens? Als het gaat om de parkeerbalans, daar zijn we het in principe mee eens. Hè. De harde en de zachte parkeervakken, dat wat je per se geregeld wil hebben in de stad en daar waar je een slag om de arm moet houden vanwege ontwikkelingen. Groeit de vraag naar parkeerplaatsen of krimpt het juist? Dat is een belangrijke. Waar we een beetje moeite mee hebben is dat de 30.000 euro niet uit het programma zelf kan. Maar goed, de ontwikkeling waarmee we nu de Waalplaat, dus het stadsaangezicht van Tiel kunnen herinrichten, dan mooier kunnen maken, dat vinden we wel een hele belangrijke. Daar zijn we mee eens. En dan de motie van de PVDB rondom de OZB, hè? De definitieve vaststelling van die bedragen, dat stond op de agenda. Was dat voor de bühne? Ja, misschien een beetje wel. Het is in ieder geval een risicovolle motie geweest. In die zin dat als je nu met elkaar besluit om een begrotingsgat te laten ontstaan, meer jaren van ruim 100.000 euro. Nee, volgens mij was dat eenmalig, althans per jaar bekijken. Zo heb ik het begrepen vanuit wat Karel Kruk vertelde. Ja, maar dat is niet zo consequent. Dat betekent dat je volgend jaar, als het tegenvalt, de inkomsten van de gemeente, het bedrag 2 of 3 keer terug moet vragen. En tegelijkertijd neem je een behoorlijk risico dat als er in het sociaal domein of op andere gebieden binnen de gemeente Tiel geld nodig is, dan heb je dus 100.000 euro minder te vergeven. En juist aan die doelgroep die het waarschijnlijk keihard nodig heeft. Het was een boeiende raadsvergadering. Er was in ieder geval ruimte voor discussie, onder andere tijdens het coffeeshopbeleid. Ja, gelukkig. Dat is door ons geanimeerd om met de hele raad toch een discussie te hebben van hoe gaan we dat insteken. Omdat het college met een voorstel kwam om geen verder onderzoek te doen naar verplaatsing van coffeeshops. Waar coffeeshops toch wel in feite aangegeven hebben dat ze willen bewegen. Dat was, we hebben 2 jaar of 3 jaar geleden een motie met de voltallige raad ingediend om dat ook mogelijk te maken. En ik wilde ook met deze raad dan ook de discussie, want het is natuurlijk een nieuwe raad, er zitten nieuwe mensen in, om ook dat te bevestigen, dat die motie ook, de ziel van die motie, bewaard blijft. Als je iets belooft naar die coffeeshophouders, dan moet je ook je woord houden dat ze ook zichzelf kunnen verplaatsen. Het leek erop dat de discussie van 4 jaar geleden overgedaan werd. Nou, dat vond ik niet zo, want we zijn al een stuk verder. Er is een 10-puntenplan wat de coffeeshops hebben gedaan. Daar wordt goed mee samengewerkt, ook tussen het ambtelijk apparaat en de coffeeshophouders zelf. Daar zijn we heel blij om.
Maar we hebben toen ook gezegd, er moet een uitsterfbeleid in de binnenstad komen. Maar niet een uitsterfbeleid in zijn totaliteit. Er zitten er nu 4 in de binnenstad, of 3 eigenlijk in het centrum. Dat zouden er 2 moeten worden. Eentje zou dus verplaatst moeten worden helemaal naar de buitenkant. Omdat heel veel mensen de overlast ervaren. Dat heel veel mensen dus ook met een auto spullen komen halen. Oftewel, het gaat erom dat die balans beter wordt dan dat het nu het geval is. Dat klopt. En dat was een hele leuke discussie die we hebben gehad. We hebben ook als raad vanavond echt gediscussieerd. Alle voor's en tegen's tegen elkaar gehouden. Maar ook het college echt meegegeven. Houd de deur nu open naar die coffeeshop. Er werd vandaag in de raadsvergadering gesproken over het coffeeshopbeleid. Onder andere om actief een onderzoek te stoppen om coffeeshops te verplaatsen. Ja, dat is correct, ja. Kijk, het gaat natuurlijk om in dit geval om een onderzoek in algemene zin van ja, waar zouden we in Tiel eventueel een coffeeshop kunnen plaatsen. Daar moet je denken aan, vooral aan de buitenkant van de stad, zeg maar het centrum. Buitenkant van het centrum. Dat onderzoek heeft niet zo heel veel zin. Dat is eigenlijk de algemene mening van de raad. Tenzij er echt een hele concrete vraag ligt. Nu is de motie aangehouden, zoals dat heet. Ja. Betekent dus dat er ruimte is voor verandering? Nou, kijk, voor CDA was het volgende van belang. Kijk, als je kijkt naar overlast van de coffeeshop, dan moet je gewoon constateren dat het in het centrum gewoon op bepaalde momenten, met name als het gaat om verkeer, om geluidsoverlast, ook veel troep, dat soort dingen. Dat soort verschijnselen, daar heb je mee te maken. En ons idee was van, nou, als je een bepaald plan zou kunnen hebben dat een van de coffeeshops in het centrum voornamelijk zou zeggen van, nou, ik wil wel verplaatsen. En daardoor zou die overlast waar ik het over heb minder worden. Dan vind ik wel dat je daar serieus naar zou moeten kijken. Vandaag was er best wel ruimte voor discussie. Dat vond ook plaats in de gemeenteraadsvergadering. En jij was nadrukkelijk aan het woord bij verschillende onderwerpen. Ja, dat klopt. We hadden verschillende onderwerpen op de agenda staan die zich daarvoor leenden. Onder andere coffeeshopbeleid. Bovendien hadden wij nog vragen over een bijeenkomst van de regio Rivierenland. Een debat wat zij hebben georganiseerd en waar wij de nodige vraagtekens bij hebben. Die vraagtekens, vertel. Dinsdag 13 januari heeft de regio Rivierenland een debat georganiseerd. En u moet u weten, de regio Rivierenland, dat zijn de 10 gemeenten uit het rivierengebied. De regio die heeft een debat georganiseerd voor de provinciale statenverkiezingen. Die komen eraan, die zijn op 18 maart. En ze hebben een debat voor georganiseerd op dinsdagmiddag. En de mensen die ze daarvoor hebben uitgenodigd, dat zijn burgemeesters en wethouders en organisaties als de Kamer voor Koophandel en onderwijsorganisaties. Ja, wij van de Stads TV kregen ook een uitnodiging dinsdagochtend om 11 uur. Ja, ja, dat is heel merkwaardig natuurlijk, want ja, inwoners zijn niet uitgenodigd. Dus je organiseert een debat en inwoners zijn daarbij niet welkom. Op dinsdagmiddag, dus ja, inwoners zouden sowieso al niet kunnen komen. De burgemeester legde uit dat het inderdaad allemaal niet de schoonheidsprijs verdiende. Ja. Toen vroeg u over het bedrag wat het een en ander gekost heeft. Ja. En daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Nee, daar krijgen we nog antwoord op. Daar heeft de raad op aangedrongen. De burgemeester die had daar wat twijfels bij. Maar wij vinden wel, kijk, het zijn tijden waarin alle gemeenten moeten bezuinigen. We hebben bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, die hebben wij geschrapt. Juist om ook onszelf die bezuinigingen op te leggen. En het is dan vreemd dat wij via regio Rivierenland allerlei bijeenkomsten worden georganiseerd die veel geld kosten waarschijnlijk. Maar dat moeten we dus nader te horen krijgen. En ja, die eigenlijk alleen maar bedoeld zijn voor burgemeesters en wethouders. En een debat voor burgemeesters en wethouders. Ja, die mensen die hebben al een partij, dus die weten echt op waar ze bij de statenverkiezingen op gaan stemmen. Kortom, een beetje raar. Dat is heel raar. En het is een debat in de Agnietenhof met een externe spreker die daarvoor ingehuurd is, met catering. Ja, dat kost wat. Wij willen weten wat dat gekost heeft. Want wij zitten de hele tijd te sjoebatten om hier alles recht te breien als gemeente. En dan ja, vinden we het vreemd als we langs de band van de regio dat geld weer wordt uitgegeven. Mag ik u wel uitnodigen voor het debat wat de Stads TV organiseert als het gaat om de provinciale statenverkiezingen? Kost overigens niets. Kijk, dat zijn de debatten waar wij van houden. Hè. Als het de gemeenschap geen geld kost, dan ben ik daar zeker bij.